Auto not only frees you from lots of cab work, but also improves efficiency of a train operation, especially in bad weather. As train doesn't have wipers or a horn, auto is your best friend on a day like today. Wat? Wacht even. Serieus? Deze trein heeft geen... Niet! Niet! Deze trein heeft geen... Oh! Want dat meen je toch niet? Oh! Deze trein heeft geen ruitenwissers. Oh, hij heeft ook niet nodig. Wie heeft ruitenwissers nodig in deze trein? Niemand. Helemaal niemand. Koploop omhoog, gooit zijn geld naar DTG. Ja, dat kun je ook doen. Ja, gooi lekker je geld naar DTG heen. Wat ik wel trouwens grappig vind, is dat de map werkt. Ruitenwissers vallen in de ramp bij 400 plus. Ja, dat klopt. Daarvoor hebben we de auto natuurlijk, hè. Maar het grappige vind ik wel dat de trainmap gewoon werkt bij deze route. Dat had ik echt niet verwacht hoor, dat de trainmap hier zou werken. Eens even kijken, klopt in ieder geval wel de route zoals die uitgekerfd staat. Even kijken, we komen platform 1 aan. Oh nee, we wisselen later nog op. Prima. Ik druk op een knop en hij doet alles vanzelf. Klopt. Vet hè? Doe weer de richting schakelen alvast naar voren in. Nou, als het goed is gaan de deuren zo meteen dicht. Nou. Druk maar op de knop. En wij hoeven lekker verder helemaal niks meer te doen. We gaan gewoon kijken. Dan kan ik ondertussen even de chat in de gaten houden. Ja, het regent, plus dat je niet gek veel kan zien, denk ik. toch een extra iets, een richtingsschakelaar. Twee dingen die je moet doen, ja klopt. Richtingsschakelaar naar voren en klaar. Boop. Druk op de knop, achterover zitten, handjes in je nek en klaar. Oké, nou. Zo, zoiets. Gewoon niks doen. Waar is dit? Dit is in China volgens mij. Allee, je ziet geen ene ruk hier. Shanghai. Ja, klopt. Hou je van Chinees eten? Ja, dat is lekker trouwens, Chinees eten. Je ziet geen ene donder hier. En we rijden trouwens ook niet vooruit, op het dashboard al 200 staat. Schiet op met tractie geven. Oké, dank je. 120 voor de win. Ga maar koffie zetten, die hoeft toch niet veel te doen. Nee, dat klopt. Trekjes mogen lekker 200. Mag ik Bami van de Chinees? De koffie staat links van je. Oh ja, klopt. Hier, thermos, lekker thermos kan met koffie, jongen. Lekker. De kap vind ik net een woonkamer. Ja, eigenlijk wel inderdaad, ja. Ik dacht al, physics. Een van een trein met wielen, ja. Wat een hondenweer in het spel. Ja, dat klopt inderdaad, ja. Nou wil ik niet veel zeggen, maar hier begint buiten ook in één keer te regenen. Nou, daar gaan we hoor. Op naar de 200. Bert van Münster, ik heb Fung Yu Hai in de aanbieding. Oh, dat is wel lekker. Even een linkje van kop op mouw openen. Ja, ja, tuurlijk. Druk op de knop. Achterover zitten. Een handje in de nek. En je neemt op dat moment ook echt gewoon een screenshot, hè. En wat ben jij een laffe herderkop op hem al. Echt waar.
Heintje natuurlijk. Zo, zometeen 300. Ook wel nice. Hoppakee. Nou, gooi maar die snelheid omhoog hoor. Je ziet alsnog niet gek veel, maar goed. Weet je hoe je de ramen schoon kunt maken? Volgens mij zo. Of, oh, hij heeft geen passenger seat. Oh, toch wel. Wat wil ik zeggen? Oh, de ramen blijven vies. Oh, hebben ze het gefixt. Oké. Okay. Oh, en alweer, eet smakelijk en tot de volgende keer. Bedankt voor je aanwezigheid voor vandaag. Even ramen schoonmaken. Ja, werkt niet. Buiten en binnen. Nou, ik kan eens kijken of dat lukt. Nee. Werkt niet. Ramen blijven vies. Jammer joh. Oh, we mogen nog 450. Nou, als daar de ramen niet schoon van worden, weet ik het ook niet meer. Waarschijnlijk gewoon niet. Wat een vreselijk spel is het eigenlijk. Heb je nog 300 kilometer wind mee of zo? Bjorn, klik even op het raam. En dan. Er gebeurt niks. Klik. Nee. Wissel van cabine naar die schoon. Oké, okay, nou, zullen we kijken of het lukt. Oh ja, lol. Dat werkt dan wel weer. Ja, we rijden momenteel 430 km per uur, dus dat is behoorlijk snel. Ik houd hem niet bij, nee, dat zou ik ook niet doen. Gaat ook gewoon behoorlijk hard. Dat zijn ook wel echt gewoon extreme snelheden. We kunnen weer wat zien. Joepie, inderdaad. Oh, klim op het raam. Sorry, Ruben, ik had je niet goed begrepen. Wat de hel? Denk aan ik een volgende ankers. Wat doet hij? Denk aan ik een volgende ankers. Ik ben met mijn tanden tegen het dashboard aan. Goeiedag, hé. Oh, 200, oké. Okay. Wat een kwestie van tijd voordat iemand op zo'n ding trein surft. Ja, tuurlijk, ook niet dan. Ik ben ook een beetje levensmoe. Ja, we moeten dat remmen naar 200, dat klopt. Daarom rijdt de computer in zijn trein. Ja, dat zal er wel een klein beetje te maken. Ja, ik had het inderdaad nooit gehaald, nee. Plus dat je de boel niet in de gaten kunt houden met de ruitenwissers. Dus hoe wou je het in godsnaam doen dan? Ja, klopt. Je kunt niet zien wanneer je moet remmen. Dat klopt inderdaad. We zien weer niks. Nee, dat klopt. Opgelost. Maar ja, ik kan wel elke keer zo doen, maar ja. We zijn bijna klaar. Ja, we moeten nog wel even straks wisselen naar perron 2 volgens mij. Trein, ik vind dit niet echt een trein. Voor mij is de TGV alsnog de snelste trein. Ja, TGV is inderdaad een mooi ding, maar die moet ik nog steeds een keer downloaden eigenlijk. Die heb ik al een behoorlijke, die moest ik al een tijdje downloaden, heb ik nog steeds niet gedaan eigenlijk. Wat zou er trouwens gebeuren als ik met de jettrain over deze route ga rijden dan? Zou het überhaupt mogelijk zijn om met je jettrain op deze route te gaan rijden? Zou wel leuk zijn als dat kan eigenlijk. Maar wat zal er gebeuren als ik met de jettrain op dit ding ga rijden? Blijft hij gewoon staan? He doesn't care.
Als het goed is, kan het gewoon. Lol. Zal vet slecht zijn. Oh, nou, Bikkelen, ik zou zeggen, eet smakelijk. En, ja, tot de volgende keer uiteraard. Fijn dat je weer in de livestream was. En zoals de krenk wel eens afgeremd is, dan kunnen we de auto even opzetten. Zo, auto off. Het laatste stukje moeten we wel zelf doen. En ik wil wel graag wat zien, dankjewel. Er is een gevecht in je trein, bel spoorwegpolitie. Krenk, rem gewoon. Ja, zometeen 0, ik begrijp het wel hoor. Wat een slechte trein. Laatste stuk moet je zelf doen. Als dan toch alles automatisch gaat. Ja, helaas pindakaas. Niet alles gaat automatisch helaas. Zo, dan doen we de deurtjes even hier open. En dan is volgens mij de bedoeling dat wij eerst dan daarheen gaan en dan weer terug naar perron 2 heen. Volgens het er nu uitziet eigenlijk. Ik heb de deur open. Ja, oh mijn god, deur openen. Eerste actie in een kwartier inderdaad, dat klopt ja. Ah, Bert van Munster is ook terug. Welkom terug. Ja, we mogen ook niet straks al te snel over de wissel heen rijden. Het is gewoon 30 km per uur. De koffie wordt koud. Ja, nee, dat klopt inderdaad. Straks kruipen in de huid van de bestuurder in de jettrain. Ja, die ga ik ook zeker op deze route doen hoor. Dat gaat gewoon gebeuren. Reverse track. Oké. Moet ik echt hier met toetsenbord dan? Ja, dat moet echt met toetsenbord. Oké. Voor duidelijkheid, ik bestuur de trein nu zelf. Voor de mensen die zich afvragen, ik bestuur de trein momenteel zelf. Ik ben nog niet eens weg geweest en ik hield me even stil. Oh, oké. Sorry, Bert. Ik dacht dat je even weg was geweest. Voor wie de TCV wil, je kan hem hier downloaden. Moet je ook nog even de patcher opzetten, dat is deze, let op. Het is wel een Frans en Acer tier keyboard, oh god. Dat is fijn. Nou, zo dus kan dat ding zo omgegooid worden dan. Ja, kijk, je ziet, hij wordt omgegooid. Kijk. Zie. Het ding gaat heel langzaam weer die kant op. En klaar is Kees. En zo doen we dat. Oh, rustig. Daar ging ik als een debiel vandoor. Waarom remt hij? Wat ben jij een rare trein? Weet je wat? Rem maar gewoon af. Ik ga gewoon in een andere cab zitten. Zo. Zo doen we dat. Hoppakee. Ja, ik doe inderdaad iets zelf nu. Ja, dat klopt.
Zijn we bomen langs een spoor en klaar. En geld vragen natuurlijk. Ja, dat klopt. Nou, toen ik hem kocht, Koploppenmol, was die 16 euro. Hij was toen in de aanbieding. Hij was toen 16 euro dus. Bij deze. Piep? Waarvoor piep? Zo. 16 euro is nog te veel. Ja, klopt, maar het is wel minder. Zo, hier even stoppen en dan zijn we als het goed is klaar.